Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Dit is trouwens echt een superleuke achtergrond. Ik heb vandaag een hele leuke soort unboxing shoplog voor jullie. Ik ben soort van net terug van vakantie. En op vakantie heb ik iets heel erg leuks besteld bij Little Lovely Company. En ik had 2 paar schoenen besteld bij Zalando. En dat heb ik allemaal zelf verteld. En ik heb van Icewatch iets gekregen. Dat heb ik dus gekregen. En dat wou ik eventjes aan jullie laten zien, want het zijn allemaal hele leuke spulletjes. En wat hierin zit, ben ik echt super excited over. Ik ga denk ik even beginnen met Icewatch. Mocht je het een leuke video vinden, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En als je wil abonneren, zou ik dat ook erg leuk vinden. En dan gaan we gewoon meteen beginnen. Dit is het tasje van Icewatch. Een vriendinnetje van mij is Samantha, die ook een YouTube kanaal heeft, Samantha van de Meest. Die werkt voor Icewatch en zij vroeg of ik 2 horloges wilde uitzoeken voor mezelf. En voor mijn vriend heb ik er ook 1 mogen uitzoeken, maar die ga ik in mijn weekvlog laten zien. Dat heb ik nog niet gedaan, ik heb het ook nog niet aan hem laten zien. Maar dat doe ik dus in een andere video. Het ziet er super mooi uit. Met een strikje, in een gewoon best wel chic, beetje mannelijk vind ik het zelf, deze look. Maar wel heel mooi. Een tasje en dan 2 doosjes. En ik heb zelf nog niet gekeken, dus ik ben echt heel benieuwd. Even kijken, oh, er zit echt een hoesje omheen. Dan heb je hier heel mooi het Icewatch doosje. Ik wil het dus altijd bewaren, dit soort doosjes, maar ja. Dan zit je huis weer helemaal vol. En dan zitten hier allemaal boekjes in. Ben jij iemand die dat dan gaat lezen? Ik eerlijk gezegd niet. Allemaal dingetjes. Dan nog een beschermlaag. En dan, oeh, mooi. Dan het horloge. Ik ga meteen gewoon het folietje eraf halen. Dan kun je het beter zien. Kijk hoe mooi die is. Best wel een grappig bandje. Ik vind hem best wel stoer. Maar wel gewoon echt vrouwelijk. En het, oh, het is off black, mat zwart. Dat vind ik zo mooi. Ook met dit vind ik het echt tof. Even kijken, ik heb er nog 1. Laat trouwens eventjes weten welke van de 2 jij straks het mooiste vindt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Het is echt een grappige, dit is een soort olijfkleur denk ik. Ook super mooi. Chic hè? Echt chic. Heel erg mooi, echt heel erg mooi. Heel erg blij mee. Dankjewel Icewatch. Zo leuk. Oké, dan heb ik dus 2 paar schoenen besteld. Het zijn allebei Puma's. Heel vet. Echt heel vet. Deze wil ik al best wel lang. Ik zag ze volgens mij voor het eerst bij Ananoushje in het roze. En toen dacht ik, die moet ik. En ze waren iets van €160. Dus ik heb een beetje gewacht op een aanbieding. Dat ik ze op een gegeven moment besteld. En toen een dag later kon ik ze voor nog goedkoper krijgen. Dat heet het bij Zalando. Sorry, ik dit aan mijn shirt zit, maar het gaat zo raar zitten. Bij Zalando, het had ik dus, het was korting. En nu zijn ze allemaal niet meer volgens mij de korting, ik weet niet. Maar het was korting en ze hadden ook nog een kortingscode. Daar heb ik er serieus €89 voor betaald. In plaats van €160. Ik denk dat ze sowieso overal wel een beetje afgeprijsd zijn nu. Het zijn dus de Puma Fenty's. De doos ziet er wel een beetje vies uit. Ja. En ik heb ze echt bewaard voor dit. Dit zijn ze. Ik had allemaal bij mijn vriendinnetje gevraagd wat ze ervan vond. Want heel vaak koop ik dingen waar ik later spijt van krijg. Is het toch een beetje te raar. En als zij ze dan ook leuk vinden, dan weet ik gewoon zeker... Dat ik ze ook leuk vind. Klinkt misschien heel raar. Dit zijn ze. En ik heb ervoor gekozen om niet de paarse te nemen. Niet de groene. Niet de roze. Want ze zijn al best wel opvallend. Ze zitten zo lekker. Ik heb ze dus gepast toen ik ze die andere binnen kreeg. Maar die heb ik dus teruggestuurd. Want ik het toen dus goedkoper zag. En toen was ik op vakantie. Dus ik kwam binnen op vakantie. Even aandoen. Oh, dat zit lekker. Qua maat heb ik trouwens gewoon mijn eigen maat. Ja, ik heb gewoon mijn eigen maat. Dit zijn ze. Dit is zo cool. Het is echt heel cool. En je stapt er dus gewoon zo in. Ik ga ze nog even van dichtbij laten zien. Je stapt er echt gewoon in. En die streek, ik vind ze echt niet heel erg heftig nu. Ook doordat de kleur niet zo heftig is. Zo chill. Een beetje zoals de Huarwatchies of zo. Dat je er zo makkelijk in kan stappen. Echt helemaal leuk. Echt geweldig. Dus nu kan ik ze eindelijk in mijn kast zetten. Want we hebben nu ook een nieuwe schoen aan. We zijn nog maar bezig met onze kleedkamer een beetje te veranderen. Dat kan je zien in onze vlogs. En nu kunnen deze heel mooi daar staan. En ik denk dat ik ze gewoon toch even in de doos laat. En dan mijn andere paar Puma's, die zijn weer heel anders. Dat zijn deze. En die heb ik ook met korting besteld. Ik heb hier €60, €70 voor betaald ofzo. Ik ben echt heel goed met kortingscodes. Dat zijn deze vette schoenen. Ik vind het ook altijd belangrijk, want heel vaak vindt Ruud mijn schoenen niet mooi. En dat maakt me dan niet zoveel uit, maar het is ook wel leuk als hij ze elke keer mooi vond. En ik liet ze dus zien en hij zei dat hij ze dus heel vet vindt.
zijn dus een soort creepers. En ook nog eens in suède en een oud roze kleur. Helemaal geweldig. Zo leuk. Dus ik ben heel blij met deze twee schoenen. Wat betreft schoenen ben ik echt van de merken. Met kleding niet, met schoenen wel. Vind ik gewoon, ik vind merkschoenen echt beter. En ik hou er dan heel erg van als ik schoenen heel mooi vind. En ze dan met korting kan kopen. Dus daar ben ik echt blij mee. Oké, dan is het ik heel leuk vind. Maar ik heb dit expres voor het laatst bewaard. Want niet iedereen dit misschien leuk vindt. Dit is dus zo'n leuk bedrijf. Ik zag in de vlog van Christina dat ze bij een ergens was. En daar hadden ze hele leuke schattige kopjes. En daardoor moest ik gewoon even een kijkje nemen. En toen kwam ik bij webshop uit. En toen was ik verliefd. De doos is zo ongelooflijk schattig. Het is dus een beetje kinderachtig. Maar ik heb dingetjes besteld eigenlijk voor mijn nieuwe klas. Want ik ga dus over 3 weken ben ik juf van groep 3. Voor het eerst in mijn leven. Een juf, echte juf. Voor mijn eigen klas. En ik heb moest dit. Nee, ik vond ook stil en zo. Oké, als eerste zit dit hele schattige kaartje erbij. Thanks for your order. En dan gaat ze ook nog... Oh, dit is zeg maar een soort van brochure dingetje. Je bon. En a free gift krijg ik deze hele leuke postcard. Mooi ingepakt. En ik mocht ook nog deze er gratis bij uitzoeken. En die had ik ook bij mijn mandje gehad. Dus die heb ik er toen uitgehaald omdat ik het gratis kreeg. Oké, wat het idee is. Kinderen hebben zeg maar pasketting voor jongens en meisjes. En ik ben niet heel erg dat ik wil stigmatiseren van meisjes roze, jongens blauw of zo. Maar ik vind die roze gewoon heel leuk. Dus ik dacht, deze voor de meisjes... En deze voor de jongens. En die ga ik dan gewoon aan een touwtje hangen. En dan hebben ze zitten hun plasketting. Gewoon even wat origineler. Ijsjes. Ik vind dat echt helemaal leuk. Dus dat heb ik. En dat laat ik dan hangen aan haakjes. En dat zijn deze. Wall hooks. Die heb ik in de ziel. En dat zijn... In het soort van pastel. Heel leuk. Want op het blaadje leek het dus een beetje oranje. Maar er stond roze. Dus ik hoopte dat het roze was. Het is dus roze. Dus weer meisjes, jongens. Deze ijsjes om dus in de muur te voren. Of schroeven. En dan kunnen ze hier een plasketting aanhangen. Ik vind het helemaal leuk. Echt helemaal leuk. Dan ook nog, dat was ook in de sale, een money box. En ik ga nog even kijken of ik dit voor thuis ga bewaren als spaarpot. Of dat ik het ook in de klas ga zetten voor... ja, het beloningssysteem of zo. Dat we dingetjes erin kunnen doen. En bij zoveel dingetjes komt er een beloning, zeg maar. En dat is deze. Ik hou gewoon heel erg van dit. Heel veel mensen niet, maar ik hou hiervan. Ik ben benieuwd of jullie hier ook van houden. Dit is de spaarpot. Hier kun je hem gewoon openmaken. Dat vind ik ook echt. Love it. Ik word er zo blij van. Dit soort spulletjes. Dan heb ik ook nog... Deze lichtjes, die waren ook in het ziel. Ook zo ongelooflijk schattig. Ik heb het vast open gesneden. Ik had er trouwens vast naar gekeken. Echt een nacht dat ik thuis kwam om 2 uur 's nachts, omdat ik het zo leuk vond. Dat zijn deze. Hierbij is het niet zozeer echt een toevoeging voor de klas. Dus heel even kijken wat ik hier precies mee ga doen. Maar couldn't resist it. Echt, deze mensen hebben dit zeg maar zelf ontworpen. En ik vind het echt helemaal, het is zo simpel, maar zo schattig en leuk. En kijk. Missie aan. Oh, alleen maar om hier te zetten. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo ongelooflijk leuk. Ik kan er niks aan doen. Ik hou gewoon echt van dit soort dingetjes. Ik ga ook gewoon de doosjes meteen weggooien. Want het neemt veel te veel ruimte in. Dan heb ik... Oh, de kopjes ook nog. Zo schattig. Oké, ik heb ook nog dit. En dit is een... Dit dacht ik meer als de plank van de juf, zeg maar, bij mijn bureau. Een watermeloenplankje. Ik vond deze nog best wel prijzig. Maar ik moest het hebben. Wat ik heel jammer vind, toen ik het opende zag ik dat de kleur niet roze is. Niet echt roze. En ja, dat vond ik jammer. Want juist die echte roze kleur vond ik heel leuk. Het is dus dit. Ook leuk. Echt heel leuk. Gewoon echt heel leuk. Maar niet roze dus, maar wel leuk. Dan heb ik ook een spiegel. Ik weet niet of ik deze ook thuis wil doen of in de klas. In de klas zou wel heel leuk zijn, maar ik vind het zelf ook zo leuk. Maar ik ben 5 dagen in de week in mijn klas, dus hier zitten ook gezichtjes bij. En het is dus van een soort speciaal spul. Oh ja, acryl. Een acrylspiegel. Dus dat gaat ook minder snel kapot. Ik dacht volgens mij dat hij groter was. De afmetingen staan er gewoon bij. Kijk, dit is een spiegel. En er zit nu nog een beschermlaagje overheen. Hier zit ook echt een stickertje en een ophanghaakje en hij is super licht.
En je ziet jezelf gewoon helemaal goed. En dan heb je hier de superleuk. Er ook meerdere bij zitten. Oh, het is een beetje gevouwen. Maar hier kun je dus zelf die gezichtjes erop maken. Ik vind het echt fantastisch. Leuk, 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 leuk. Op mijn opleiding was het woord leuk altijd echt verboden. Omdat leuk, zeg maar, niet echt iets is. Maar dit is gewoon heel leuk. Dan heb u... Oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Maar ik heb... Oh, ik heb die batterijen nog niet. Dat is heel jammer, dus ik kan hem nu niet testen. Maar dit is een lightbox. En dat is nu helemaal niet zo heel hip meer. Maar dit leek me ook heel leuk. Aangezien je groep 3 gaat leren lezen en schrijven. Om dan hier op de letter of het woord van de week op te doen. Of van de dag. Of überhaupt er iets op te zetten van goedemorgen of zo. Maar wat ik dus niet wist, is dat er al magneten... dingen, lightbox letterpack bij zit. Het zijn gewoon de basic letters. Ik ben blij dat ik niet ook deze besteld heb. Dan had ik het dubbel gehad. Maar het zit er dus ook al gewoon bij. Dus dat is wel heel erg fijn. En heb ik een roze gekozen. Sorry, het is echt vervelend. Je houdt van roze. En er moet een AA keer 6 batterijen. Nou, ik kan hem dus nu niet aanzetten. Dat is wel jammer. Maar dit werkt sowieso gewoon helemaal goed. En dan zitten deze letters er dus bij. En heb ik er ook nog zelf bij besteld. Deze. Ik moet natuurlijk ook een beetje aansluiten bij de letters die zij leren. Dus ik heb er gewoon wel heel erg veel. Dan heb ik gekleurde. Dat is wel heel erg leuk bij jonge kids. En deze vind ik zelf zo leuk. Dit zijn dus plaatjes. Dus ik kan hier zoveel leuke dingen mee doen in de klas. Ik zou het ook wel thuis willen, maar het gaat gewoon lekker naar de klas. Voor video's als achtergrond vind ik het ook heel leuk. Maar ik kan het natuurlijk ook gewoon mee naar huis nemen, want ik woon heel dicht bij mijn werk. Dus dat vind ik allemaal echt heel erg leuk. Het is zo lekker dat ik nu gewoon een excuus heb om dit soort dingetjes te kopen. Dan zijn we er bijna doorheen. Ja, deze kalender was echt van 20 euro voor 5 euro. Ik vond het gewoon handig. Dit is zo'n never ending kalender. Omdat die alleen maar de datum, zeg maar, als in het getal. En niet de maand. Dus je kunt gewoon zeggen van oké, het is vandaag 5, 6, 7, 8. En dan weet je gewoon zelf welke maand het is. En je hebt twee kanten aan waar je hem kunt doen. Niet dat ik nu denk, oh, daar ben ik heel blij mee. Maar het is gewoon handig. En ik had het er gewoon bij gedaan. Dan heb ik hier een adapter voor mijn lightbox gekocht. Omdat ik gewoon niet zeker wist of ik dat had. Maar er moeten dus nog wel batterijen in. En dan nu waarvoor ik de bestelling plaatste. Zo cute. Dit zijn dus de kopjes. Ze zijn kleiner dan ik had verwacht. Ik vind het zo leuk. Ze zitten zo verpakt. En eentje vond ik het leukste. Ja, deze vind ik het leukst. Zo leuk. Dit vind ik de leukste. Dacht ik, zou ik dan twee setjes van deze doen. Maar het is wel leuk om een setje van 4 verschillende gezichtjes te hebben, vind ik. Oh. Laat me echt even weten of je hier ook hebberig van wordt. En blij en zo. Of dat je echt zegt van... God, wat een bullshit. Dit is dus eigenlijk voor kinderen. Ik kan ook echt niet wachten om mijn moeder te zijn en allemaal leuke dingetjes voor de kinderen te kopen. Oh, dit vind ik zo leuk. En deze ga ik niet in de klas zetten, want de kans is groot dat ze stuk gaan en ik wil ze gewoon hier hebben. Dit is zeg maar heel erg schattig, maar het is niet echt voor kinderen per se. Oké, dit zijn ze. Deze. En... Oh, ik vind deze echt aandoenlijk. En deze. Dit is zo leuk. Ik vind het zo leuk. En ik vind de doos ook echt heel leuk. Die ga ik bewaren sowieso. Om dingen in op te werken voor de berging of zo. Of misschien wel op school. Ja, ik denk dat ik deze ga gebruiken als doos om al mijn spullen mee naar school te nemen. Nu aan het begin. Als ik zeg maar de eerste week voordat school begint. Ga ik hier al mijn spullen mee vervoeren. Want ik heb nog veel meer dingen gekocht voor in mijn klas. Dus ik vind het helemaal leuk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb expres dus dit aan het einde gedaan omdat niet iedereen dit leuk vond. Ik ben heel blij met mijn horloge ook. Bedankt voor het kijken. Durf een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ja, laat zeker in de reacties ook weten wat je ervan vond. En als je iets anders nog van me wil zien, laat het ook even weten. En vergeet niet te abonneren als je nieuw was. Volgens mij praat ik heel snel. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot zaterdag om 9 uur of een andere extra video. Doei!